Een massa-ontslag bij sigarettenfabriek Philip Morris in Bergen op Zoom. Het bedrijf schrapt 1230 van de 1400 banen. Dat is vanmorgen bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst met het personeel. En verslaggever Raoul Kartens is bij het stadhuis in Bergen op Zoom, waar om 1 uur een persconferentie gaat plaatsvinden namens de gemeente. Ja, hoe is daar vanochtend gereageerd, Raoul? Nou, we waren vanochtend dus bij die tent aan de Watweg in Bergen op Zoom en daar werd het nieuws dan bekendgemaakt. En de mensen hadden rekening gehouden met misschien 400 banen, misschien 1000. Maar 1231 banen om precies te zijn, dit is keihard aangekomen. Nou meneer, u draait er een checkje bij, maar ja, het nieuws is volgens mij keihard aangekomen. Ja, dat slaat in als een bom op Hiroshima. Hè? Ja, absoluut. 1230, dat is bijna alles. Waar had u rekening mee gehouden? Ik had rekening gehouden met het ergste. En ja, dat komt een beetje in deze richting. Maar dat neemt niet weg, dat is erg bitter, absoluut. Met een lachend gezicht naar buiten, maar... Ja, dat is het niet. Nee. Helemaal stuk ervan. Ja. Had u hier rekening mee gehouden? Een beetje, maar niet op deze manier, nee. Heel veel collega's van mij werken hier allemaal 10, 20, 30, 35 jaar en... Ik kom gewoon als een bom binnen vallen. Ik moet zeggen dat ik zelf ook nog vanochtend aangeslagen was. Als je ziet wat ze doen, is echt een volledige afbreken van de productie. 1230 mensen verliezen het werk. En dan vergeet niet dat DHL, de schoonmaak, Facilicom, die verliezen ook allemaal hun werk. Dus we zitten wel op rond de 1800, 1900 mensen. En dat is natuurlijk een mokerslag. En het is een koude sanering. En het is absoluut geen rekening gehouden met de sociale gevolgen. Ja, Raoul, dan zit het bedrijf sinds 1980 al in Bergen op Zoom. Het is een van de grootste fabrieken buiten de Verenigde Staten. Waarom dan dit massa-ontslag? Nou, volgens het bedrijf roken we met z'n allen in Europa steeds minder. Minder Marlboro, minder Philip Morris. En als we roken, dan pakken we goedkopere merken. Misschien ingegeven door de crisis. Zij voeren dat als reden aan. Gewoon minder verkoop. Dus ja, is het hier niet meer rendabel om zo'n fabriek te laten draaien. Ja, nou sta je niet voor niks bij het stadhuis. Je gaat zo meteen naar die persconferentie om 1 uur. Ja, de gemeente zal dus niet zo blij zijn, neem ik aan. Ik liep net even naar binnen toe om een handje te schudden. Ton Linssen, de wethouder van Economische Zaken, nou, in Brabant wereldberoemd. Ik zag bijna letterlijk een stoom uit zijn oren komen. Hij is woest, hij is woedend dat het bedrijf zo met Bergen op Zoom omgaat. Er is echt wel een relatie tussen die twee. Het wordt heel veel voor elkaar gedaan, vooral om Philip Morris te pleasen. En dan zo weggezet te worden en zoveel mensen, niet die 1231, maar zoals Jet Grinberg ook zei, de mensen van de schoonmaakbedrijven, DHL, nou ja, al die toeleveranciers, ook die verliezen hun baan. En dat komt allemaal deze kant op om naar een baan te zoeken of naar een uitkering aan te vragen. Kortom, het is een enorme klap. Nu heeft Bergen op Zoom vrij veel meegemaakt. De sluiting van de gieterijen onder andere. En ja, het staat ook hier op het gemeentehuis. 1000 gevaren kwamen wij te boven. Ook de commissaris van de koning, Wim van der Donk, die zegt ook, ik ben ervan overtuigd dat Bergen op Zoom dit te boven gaat komen. Gelukkig hebben we in Brabant de capaciteit om veerkrachtig te zijn en elke keer nieuwe dingen te ontwikkelen, zodat we ook volgende generaties aan de baan kunnen helpen. Maar nogmaals, dat klinkt nu heel makkelijk van mij. Als je nu thuis zit en weet dat je in 1 oktober je baan kwijt bent, kan ik me voorstellen dat dat een beetje hol klinkt. Toch is dat uiteindelijk de boodschap van Brabant. We zijn veerkrachtig, we laten ons niet kisten, ook niet door Philip Morris. Dus wij gaan met elkaar aan de slag in West-Brabant, nog intensiever dan we al deden, om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Ja, dat is zover Bergen op Zoom en om 1:30 zijn we bij u terug met het laatste nieuws uit de persconferentie van de gemeente.